Wat voor moois is er allemaal in de maand januari in de cirkel te beleven? 14 januari om 8 uur en woensdag 7 januari om 3 uur, de Albanian Virgin. In een Albanees dorp ontstaat een prille liefde tussen Luna en Achim, maar de traditie dwingt tot een gearrangeerd huwelijk. Na vaders moord neemt ze wraak door als man te leven. En dan op 21 januari en 24 januari de Old Oak. Ken Loach's The Old Oak is een sociaal drama in een vervallen mijnwerkersstad. Onthult hoop en verbinding te midden van sociale uitdagingen. Dan hebben we de 43ste Heemskerkse filmdagen. En die zijn van 26 januari tot 31 januari. En daar worden 8 films gepresenteerd gedurende 6 dagen. Het is een festival dat jaarlijks terugkomt. En er is ook een beeldmerk. En dat beeldmerk is een ezel. En ja, die is gemaakt door Gerard Strik, dat is een Heemskerkse kunstenaar. En ja, die heeft zijn atelier hier in de Mariaschool. En de rode draad bij dit festival, dat is muziek. Dan ga ik wat vertellen over de films die er zijn. We beginnen op 26 januari om 4:30 en zondag om 8 uur met Priscilla. Sophia Choice Priscilla onthult het turbulente huwelijk van Elvis en Priscilla met liefde, eenzaamheid en roem. Geselecteerd voor het filmfestival in Venetië. Op 26 januari om 8 uur en op 29 januari ook om 8 uur Stop Making Sense. Dat is een concertfilm. Die film is geremaked en opnieuw gedigitaliseerd. En ja, de meesten kennen die LP Stop Making Sense. Daar werd heel op gedanst en met de nummers Psycho Killer, Slippery People en Burning Down the House. En voor een optimale concertervaring wordt de zaal omgebouwd tot concertzaal. Dus dat betekent stoelen aan de kant en zeg maar dansen maar. En dan hebben we op 27 januari om 10:30 en woensdag 31 januari om 2 uur Il Bumo, Venetië 1765, Jozef Mislavski, een getalenteerd en charmant streef naar een doorbraak als opera-componist. Het succes brengt echter verval door ziekte en armoede. Op zaterdag 27 januari 4:30 en woensdag 21 januari ook 4:30 Rocco en Jules. De mantelzorger Jules herenigt met de jeugdliefde Rocco. Opboeiende liefde leidt tot familieconflicten. Ze durven ondanks tegenstand voor elkaar te kiezen. Nou, dat zullen we zien in de film. Op zaterdag 27 januari om 8 uur en zondag 28 januari 4:30 de squaring in de cirkel, The Story of a Hypnotist. Anton Corbijn is een fotograaf. Anton Corbijn brengt het verhaal van achter een iconische albumhoesen uit de jaren 60 en 70 tot leven in de squaring cirkel. Dan hebben we op zondag 28 januari om 2 uur en dinsdag 30 januari om 8 uur de film She Came to Me. De componist Steven Loutman, gespeeld door Peter Dinklage, worstelt met creatieve blokkades voor zijn comeback opera. En dan hebben we ook 2 jeugdfilms tijdens het festival. En dat is op 27 januari Wis, dus Nederlands gesproken, dus die is niet ondertiteld. En in een magisch koninkrijk. Rosas doet Asas een wens, die wordt beantwoord door Star. Samen torteren ze de vijand om de gemeenschap te redden. En dan hebben we ook nog een jeugdfilm en die is op zondag 28 januari. Wonka, gebaseerd op Charlie en de chocoladefabriek, vertoont een transformatie van Willy Wonka. Als de mensen dit hele verhaal nog even na willen kijken ergens en waar ze kaarten kunnen bestellen, waar kunnen ze dan terecht? Ja, mensen kunnen kaarten bestellen op www.decirkelheemskerk.nl en de locatie is Antonie Verheerenstraat nummer 1 in Heemskerk.